Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En deze Q-Time doen we een beetje anders, want we zitten met een artiest. Ik zit vandaag met Del in model. What we is a little -time. Hoe gaat het met Del? Lekker, lekker, ontspannen en met jou? Goed, ik wilde het nog zeggen. Ben je vandaag in model, maar you just got me out. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Maar je ziet eruit als een model, dus dat is alvast goed. Dankjewel. Mm -hmm. um, voor de mensen die je niet kennen, want vandaag heb ik eigenlijk pas geleerd hoe je je naam goed moet uitspreken. Wie mm -hmm. is Delle eigenlijk? Delle heet eigenlijk Del Sergio Scheneman. is 28 jaar jong. En ik doe waarin ik goed ben, muziek maken. Hey. Los daarvan ben ik ook sporter, maar dat is weer een ander verhaal. En je bent goed met cijfers? Ja, hey. zo'n beetje. Ik doe mijn best. <laughs> Je so zit hier vandaag als de artiest zelf, want mm -hmm. zo ga je waarschijnlijk vaker door het leven. En mm -hmm. waarschijnlijk heb ik wel heel veel interviews gedaan, maar we're having like a nice quality conversation. En yeah, oh, uh, hoe is voor me, voor mij, want ik zie voor het eerst in mijn hele leven zo'n so fangirling over hier. hoe is het om, om artiest te zijn in Suriname voor jou? Because yeah. you're famous, you're like social media famous, you're, you're raking the likes in, but what is it really like <laughs> for you? Oh, dat is normaal hoor. Mm. Ik ben altijd mezelf, probeer ook altijd mezelf te zijn. Dus, ja, uh, yes, ik vind het gewoon normaal. Ja. Het, is gewoon, het is natuurlijk altijd leuk wanneer je zeg maar complimentjes krijgt van mensen, of DM's of chats binnenkrijgt van hé, ik ook van muziek. Of je muziek uh, motiveert me. Dus dat soort dingen zijn echt leuk, maar voor de rest uh, ben ik gewoon mezelf. Het is, het, je moest het gewoon zijn, het is niet iets nieuw voor je. Dit is, is je ja, norm. Al, het is de norm. Het is de norm. Het is de norm. Het is de Dat zeg ik altijd. Ja. Oké, okay. dus we zijn nu hier, want je hebt een nieuw nummer uitgebracht. Yes, uh, Nooit Alati. Mm -hmm. uh, je hoort het al aan de, aan de titel, Nooit Alati. Dat uh, betekent letterlijk verteld: uh, het is nooit laat, nooit te laat. Uh, ja, ik heb het samen met Lando Capalani gedaan. Dat is een van de meest uh, populaire uh, rappers. At the moment, ja. Yeah. At, the, at the moment. Uh, ja, en de song gaat gewoon over: het is nooit te laat om het te maken in het leven, zolang je gelooft. Zolang je het wilt, ga je het doen. Ja, en jij doet het. Ja, ik doe het. <laughs> ja, maar zo. kijk, je bent zeg maar een bekende Surinamer onderhand, ja. maar je still has like een day job. Hoe ja. is het toch combineren en ben je altijd jezelf of is er toch nog een verschil tussen de personal life en de artist life? Ja, dat is sowieso een verschil. Mm -hmm. En het is, uh, je moet het kunnen, je moet het kunnen combineren. Het is best zwaar. Ik, voor mij, ik doe sowieso veel dingen. Mm -hmm. Zoals so, ik al zei, ik sport ook naast mm. het muziek maken, What's dus voetbal yeah? okay. op het hoogste niveau in Suriname. Oh. Dus, ben je, ben je bent ben nee, 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 maar wel voor één oh, okay. van de grote clubs in Transfer. Transvaal? Oké, wildcat, wildcat, Ja, ja, dus ik uh, okay, ben speler van Transvaal. Nee, verdiener. Oké. Okay. Ja, ik veroom overballen, <laughs> je <laughs> kan niet scoren, dat doe ik. <laughs> nee, maar... Well, uh, nooit alati, hè? Ja, nooit alati. Dus je weet, het. kan je verrassen. Ja, sowieso. Dus... Ja, maar om het te combineren, ja, het, 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 het lukt wel bij mij. Mag Ik mag niet klagen. Dat is goed. En zo jong dus, dat wil zeggen dat er nog meer in het verschiet zit. Like, voor nu ben je Suriname en waarschijnlijk de Nederlandse Surinamers, daar ben je bekend bij. Maar is er iets dat je voor jezelf nog zou zeggen van, hey, eigenlijk wil ik gewoon het hele Caribisch gebied, eigenlijk wil ik gewoon de hele aarde ja, en als het kan... De hele wereld, als het yeah? kan. Maar uh, ja, dat, dat bepaal ik niet. Dat bepaalt die grote man naar boven. Mm -hmm. Dus ik blijf gewoon hard werken en uh, de rest komt vanzelf. Mm -hmm. Zoals Kapalani het zelf zingt: uh, als, je, als je naar die pokoe gaat luisteren, zegt hij, mm -hmm. hij zegt tegen de, de juich. Doe je best en de rest komt dan vanzelf. Dus ja, dat ja je best doe je zeker. Ja, zeker. Kan je nog herinneren hoe je je eerste liedje hebt gemaakt? Ja, dat is heel lang terug. Uh, Volgens mij was mijn eerste pokoe Lippensoesaf. Die, ik heb het samen met een goede vriend van me gedaan, Shaquille. Ja? Uh -huh. Lippen zo, so, soft Ja, ik, dus volgens mij was dat mijn eerste boek. Ja, dat is echt lang terug. Volgens mij ergens 2011. 2011. Ja, dat is heel lang terug. En je zegt, we gaan nooit meer... Dit is, dit is wat ik wil doen. Ja. En als je zo naar het werk moet gaan, want mm -hmm. we hebben het er al over gehad... het is toch wel een verschil voor de professional en de artist life... en mm -hmm. de personal life en everything. Is, voel je dan soms ook niet van... Ja, ik wil dit gewoon helemaal niet doen. Ik ben niet slecht aan het werk, ik doe mijn best. Ja, ik exactly. huil, maar zit je soms ook niet daarvan? Ik wens dat ik gewoon nu in de studio was ja, ja. en just be cranking out songs? Ja, zeker, maar ja, in het leven ga je prioriteiten moeten stellen mm -hmm. toch je, moet, je, moet, je hebt andere dingen om te doen. Mm -hmm. Dus als het, in Suriname kan het niet, kan het nu nog niet dat we zeg maar fulltime, dat, dat muziek bijvoorbeeld een fulltime job is. Je hebt misschien wel artiesten die het, die het doen, maar. Voor 90% denk ik dat het, dat ze, dat het nog geen full-time job voor hen is. Mm -hmm. Dus dan uh, gaan we het moeten combineren met een baan. Yeah. Uh, je wilt misschien niet daar zijn, maar je moet het doen. Ja, ja, het, 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 <laughs> het is wat het is. is wat het is. Ja, man. Is er wel support aan het werk? Ja, sowieso. Of ben je verplicht gewoon bij elk die um, gratis op te treden? Oh, nee, 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 <laughs> sowieso. <laughs> mijn collega's supporten me sowieso. Mm -hmm. Iedereen daar. Ik krijg ook complimentjes van mijn collega's: hé, hey, je bent goed bezig. Milo Bing, is heb je. Dus die support is er sowieso. That's very nice. Als je dan nu hier zo zit, want we hebben het over gehad, je hebt je liedjes net uitgebracht, mm -hmm. maar misschien ben ik niet zo'n goede volger of fan, maar heb je ooit een album uitgebracht? Nee, uh, geen album. Mm -hmm. Wel een EP. Mm -hmm. uh, die ik, heb ik uitgebracht. Wat is het verschil? Een uh, EP is zeg maar, laten we het, we kunnen het een mini-versie noemen van okay. een album. Dus uh, dat heb ik wel gedaan toen ik nog aangesloten zat bij mijn vorige, bij mijn vorige label. Mm -hmm. um, ja, dus dat nog je album. Ben je nu bij een label aangesloten? Nee, nu ben ik uh, free in de agent. Plek, ja. maar hoe is dat in Suriname? Want ik, in het buitenland hoor je dat vaak een struggle is, maar tegelijkertijd ja. ook best wel uh, vrijheid. Je ja, hebt ja, meer, ja, meer vrijheid om zeg maar, je eigen keuzes te maken, om te, te, te doen wat je wilt. Maar uh, als we kijken naar het financiële plaatje, dan is, is dat is toch, het, he? uh, heb je daar zeg maar, uh, dat je een beetje zwaar uh, wordt. Mm. Ja. Maar het lukt wel, ik mag niet klagen. Ik heb sowieso uh, mensen achter me, ik heb een heel team die achter me staat. Dus samen met hun laten we het lukken. We laten het lukken. Maar, en wanneer kun je dan je eerste album ontvang, um, verwachten? Um, Want de songs blijven komen. Ja, sowieso. Uh -huh. Maar uh, ik, denk, ik denk nog niet dat ik ready ben voor een, uh, voor een album. Oh, dat... Wanneer het tijd is, gaat het komen. Waarom zeg je dat je nog niet ready bent? Voor um, iemand die zo hier is komen, zitten komen, stappen, super confident. Ik zeg het, die knoppen een beetje op. Ik <laughs> als we willen mogen ze kijken, is dit yeah, het yeah. so, <laughs> hoogste niveau, nog net geen nacho. Yeah, yeah. Ha, waarom ben je niet ready? Ja, um, yeah, ik ben, uh, zeg maar, uh, musically. Vind ik dat ik nog niet ready ben voor een album. Wanneer ik een album uitbreng, wil ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil, zeg maar. De beste versie van mezelf aan mijn fans geven. Maar je bent elke dag toch de beste, want er is... yeah, yeah. voor vandaag was er geen andere versie van jou, dus ja, yeah. is best, wel. is de beste er is. Maar uh, uh. laten we zeggen, ik ben, ik ben er nog niet ready voor. Wanneer ik ready ben, dan gaat het gebeuren. Het gaat gebeuren wanneer het moet gebeuren. That, that's life. Ja, yeah, we zetten wel doelen toch voor ja, onszelf? Ja, ja, sowieso. Mm -hmm. Maar het uh, it, komt, komt er wel aan. Als Jullie nu... mogen een album van me verwachten okay, sorry. Uh, binnen nu en... Vier jaar. Vier jaar? Ja. Oké. Okay. Ja, laten we het ruim nemen. Oké, okay. zeer ruim, Ik heb het hier wel bij QT. Ja, ja, ik ja. Ben, ik, ben, ik, 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 ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Los van de muziek, de sport, wat is er nog iets dat je graag zou willen? Want als ik zo naar je zit en luisteren, je bent very musically, maar je zou, voor mij zou je ook gewoon goede ASMR kunnen doen. You could tell stories. Mm. Huh? Ja, vind je? Ja. Ja, voor nu, voor nu heb ik... Zeg eens ja, even, lintje leer de lotje lopen langs de laan. Wow. Ja, maar <laughs> gewoon een Dals stijl. Nee man, wat, ik heb het niet eens kunnen houden <laughs> Nee, voor nu, voor nu hou ik het gewoon op muziek en, mm -hmm. uh, en sporten en voetbal. Ik zeg, uh, als ik iets doe, moet ik er goed in zijn. Dus ik ga niet iets doen waarin ik niet goed ben. Dus ik doe waarin ik goed ben en dat is voor nu muziek en voetbal. Oké, okay, houden ze zo. Okay. Ja. Mensen kijken nu naar je en mm -hmm. hebben, nog, hebben misschien nog nooit van je gehoord. Ze hebben net een connectie mm -hmm. met je gemaakt. Hoe, waar kunnen ze je muziek nog meer volgen of volgen? Niet eens nog meer. Kunnen mm -hmm. ze, hoe kunnen ze je ondersteunen? Heb je een merch of anything? Dat we dat vier jaar hebben that We can cut it down to two years or ja, less. ik van de kunnen ze doen. Nee, grapje. Uh, jullie kunnen me sowieso vragen op, op YouTube, Spotify. Ja, op de meeste streamingsdiensten. Mm -hmm. um, op Facebook delimodel overal delimodel Facebook Instagram Snapchat overal ja uh, yeah, uh, en ja yeah, supporten door mijn muziek te streamen natuurlijk mm. that's it yeah. Duidelijke taal. Super vlot gesprek. Ik zou er nog zo dieper op in willen gaan. But we don't have a lot of time this mm -hmm. time. Yeah. Maar ik wil bedanken voor het komen. Ja, you seem like a very straightforward guy. Die weet mm -hmm. wat hij wil. Die doet wat hij moet doen om te komen waar hij wil zijn. Zeker weten. En uh, ik zou zeggen, ga door met deze journey. Ik uh, kijk uit naar minder dan vier jaar. In ieder geval, ik ga niet zeggen wat er nog gaat komen. Minder dan vier jaar. <laughs> Get that album out. Start the whole journey. Official independent artist, successfully thriving, taking over the world and beyond. We het daarboven. Daarboven, ja. we zetten het daar. Mm -hmm. En uh, ik wacht erop. Zeker, ik ook. Mm -hmm. En ik zou zeggen, ja, als boodschap aan, aan iedereen: mm -hmm. ja, als je iets wil doen, doe het gewoon. Laat niemand je zeggen dat je het niet kan. Doe het, blijf altijd jezelf. En werk hard. En uh, ja, geloof in die grote man daarboven. Dan moet het lukken. Hey, I tell. That's it, I tell, I tell. <laughs> 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 nou, nogmaals bedankt. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Del Sigio. Del Sigio man. Del Sigio. Del Sigio Schijneman. Ja. <laughs> yeah. Dat model bij ons in de studio. En hij heeft ons het heel kort, heel vlot, heel snel verteld wie hij is, wat hij doet, wat hij wil, waar hij gaat en wat er komen zal. Als je hem wil supporten, the first thing you can do to freely support him. Is go stream his music. He's up YouTube, he's up Snapchat, he's up Facebook, he's up. He's actually op alles. Go follow follow his music, stream his music, share his music, and let's make him the big star that he's supposed to be. And remember, your time plus my time is Q time. <music> This is another Supreme production. Supreme TV To entertain, to inform, to inspire.